Ine Dekkers is bij KBO Lieshout uitgeroepen tot vrijwilliger van het jaar. Voorzitter Willem Dame maakte dit bekend tijdens de nieuwjaarsreceptie van de seniorenvereniging. Mevrouw Dekkers was bestuurslid en deed felicitatiedienst. Hierbij bezocht zij de leden die een heugelijk feit te vieren hadden. In zijn nieuwjaarstoespraak blikte de heer Dame vooruit naar de vele activiteiten dit jaar. Ook riep hij de leden op om zich bij de gemeente Labeek te melden voor de subsidie om huishoudelijke hulp te betalen als ze daarvoor in aanmerking komen. In de eerste plaats wil ik Ine heel hartelijk feliciteren met deze onderscheiding die ze echt verdiend hebt. Ik heb de laatste jaren vanuit het bestuur dus heel veel contact met Ine gehad. En ik denk dat wij heel goed samen gewerkt hebben, hè Ine? Dus dat ging dus buitengewoon. En dus vandaar dat ik toch even de behoefte had om vanuit het bestuur en mijn functie Ine van harte te feliciteren. En ik hoop dat ze heel lang nog van dit mooie beeldje mag genieten. Bedankt.